Zo, maar kijk, mensen denken dat heel veel mensen die bekend zijn, dat die gewoon echt een perfect leven hebben gehad. En een perfecte jeugd of zo. Maar bij mij was het echt gewoon andersom. En nee, je deed dan van die onbesuisde dingen. En je dacht niet na. En mensen zeiden, ja, hij is een politiebus. Vandaag ben ik begonnen met het filmen van mijn eigen docu. Over werken met de knapste collega, hoe moeilijk dat is, of... Ja, inderdaad. Influencer Vonneke Bonneke. Ze acteert, ze doet alles, succesvolle influencer. Waar is Vonneke eigenlijk bekend van? Wat kan ze eigenlijk? De enige echte Vonneke Bonneke. Gaat het? Ja, alleen mijn make-up. Ik zat op mijn kamer en ik had al een gesprek met hem. Wil je me geen foto's sturen? Ik wil het echt nu. Ik wil die foto's nu zien. Ik kan niet wachten. Ik was bang dat hij mij niet meer leuk zou vinden. Toen ik op school aankwam, toen merkte ik al dat letterlijk iedereen naar me keek. En ik wist al hoe laat het was. En toen werd het zwart voor mijn ogen. En toen stak ik hem met de schaar. Je was aan het huilen, je was heel erg aan het huilen. Ja, ja. En je zag het eigenlijk even niet meer zitten, nee. Je hebt eigenlijk nooit gevraagd aan mij hoe het met mij gaat. En dat neem ik jullie eigenlijk best wel kwalijk. Voor ons kind wil ik ook gewoon dat de communicatie gewoon goed is. Maar ook even die zoons van ons zeggen van... Hou die foto lekker voor jezelf. Dan moeten hun misschien ook maar even stoppen met vragen ervan.